Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op zaterdag 17 juni ontving de heer Merlijn Timmers een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor Scouting Zwalleho. De uitreiking vond plaats bij Scouting Zwalleho in Lage Zwaluwe. De burgemeester van Drimmelen reikte de onderscheiding uit, aangezien Scouting Zwalleho in Lage Zwaluwen is gehuisvest en daar het vrijwilligerswerk is verricht. De heer Merlijn Timmers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Traditioneel biedt winkeliersvereniging Bruisend Made op de eerste zondag van juli inwoners van Made en bezoekers van elders een bruisende buitenmarkt aan. Ze hopen ook dit jaar weer op een massale opkomst. Ingrediënten voor een succes zijn de vele marktkramen met voor ieder wat wils, volop muziek, voor de kinderen allerlei spelactiviteiten, straattheater, sportdemonstraties, modeshows en op veel plaatsen de mogelijkheid een hapje of een drankje te doen. Op diverse locaties worden optredens verzorgd door het Harmonieke, Mais Kwartierke, de Blaaskaffers en Vals Alarm. Altijd garantie voor een stukje gezelligheid. Iedereen is van harte welkom op dit gratis evenement. U komt toch ook? Noteer daarom zondag 2 juli aanstaande in uw agenda. Bruisende buitenmarkt van 11 uur tot 5 uur. Omroep Drimmelen zal ook hierbij aanwezig zijn. Op dinsdag 4 juli moet de gemeenteraad de beslissing nemen of het zonneveld aan de Moerseweg van ruim 9 hectare alsnog wordt goedgekeurd. Het originele plan werd 5 jaar geleden ingediend door Naga Solar en is vervolgens 2 keer geweigerd door de gemeente. Naga Solar heeft daarop beroep aangetekend. Zij vinden dat de beoordeling niet eerlijk is verlopen. De Raad van State, het hoogste rechtsorgaan, bevestigt dit en geeft aan dat het lijkt alsof Zonnepark de Bergen is bevoordeeld. Ze hebben vervolgens alle besluiten vernietigd en de gemeente opgelegd de aanvragen voor zonnevelden opnieuw te beoordelen. Royal Haskoning DHV, een adviesbureau, heeft deze herbeoordeling gedaan in opdracht van de gemeente. De conclusie van het rapport is dat zowel het Zonnepark de Bergen als het Zonnepark Moerseweg passen binnen het beleidskader van 2018. Echter is deze gebaseerd op onvolledige en niet transparante informatie. Diverse gemeenteraadsleden hebben hierover dan ook kritische vragen gesteld. Daarnaast blijken de direct belanghebbenden van het zonneveld aan de Moerseweg niet geïnformeerd te zijn over deze actuele besluitvorming. Zij stellen dan ook dat het proces weer niet transparant en objectief verloopt. En maken zich dan ook grote zorgen over de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Dit jaar was het alweer de 30e editie van het Power Weekend, wat van 16 tot en met 18 juni heeft plaatsgevonden. Het Madense Power Weekend is de grootste tractorpoolingwedstrijd van Europa. Met meer dan 500 deelnemers in meer dan 60 klassen was het 3 dagen spektakel op de 3 banen aan de Scheerbiestraat. Van trucks tot two-wheel drives, van specials tot farmstock, alles was aanwezig. Daarnaast heeft er op een kleinere baan de Nederlandse micropooling plaatsgevonden. Natuurlijk was er genoeg te doen voor jong en oud. In totaal heeft Power Weekend tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers mogen ontvangen. Het was weer een geslaagd weekend met gelukkig heel mooi weer. In veel bomen zijn zakjes opgehangen met larven van lieve heersbeestjes. Hiermee wordt op een natuurlijke manier de bladluis bestreden. De inzet van de lieve heersbeestjeslarven tegen bladluis is niet alleen zeer effectief, maar ook biologisch en ecologisch verantwoord. Er kan oprecht gezegd worden dat er wordt getuinierd met respect voor de natuur. En wie vindt het nou niet leuk om op zijn bloemen en planten het lieve heersbeestje tegen te komen? Heb jij de zakjes al gespot? Lieke Schuitmaker nam begin dit jaar afscheid als wethouder van de gemeente Drimmelen. Voor haar afscheidsreceptie gaf ze mee dat mochten mensen aan een afscheidscadeau denken, ze een bijdrage aan de plaatselijke voedselbank zeer op prijs zou stellen. Er is toen door de mensen gul gegeven, waar ze erg blij mee waren. De voedselbank voorziet in de eerste levensbehoeften door het verstrekken van voedselpakketten voor onze inwoners met een laag inkomen. Zij waren erg blij met de donatie, die ook goed besteed zal worden.
De laatste tijd zijn er namelijk meer klanten en er is minder aanvoer van levensmiddelen. De voedselbank is erg blij met de giften van de kerken en enkele plaatselijke supermarkten die zij mogen ontvangen. Hopelijk willen nog meer bedrijven of mensen de lokale voedselbank steunen. Wilt u ook doneren of op een andere manier helpen? Of wilt u meer weten over de voedselbank omdat u zelf moeite heeft om rond te komen? Kijk dan snel op voedselbankoosterhout.nl of stuur een e-mail naar gb@stillearmoede.org. In het Nationaal Park De Biesbos is integrale samenwerking op het gebied van handhaving en toezicht van groot belang. De gemeente Drimmelen heeft samen met andere betrokken partijen, gemeenten Dordrecht, Geertruidenberg en Altena, Rijkswaterstaat, Evides Waterbedrijf en Staatsbosbeheer een samenwerkingsconvenant ondertekend. Het samenwerkingsconvenant legt de basis voor een integrale aanpak van handhaving en toezicht in de Biesbos. Door gezamenlijk op te treden en informatie uit te wisselen, kunnen de betrokken partijen effectief optreden tegen overtredingen en of bedreigingen voor de Biesbos. Heeft u ook een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie@omroepdrimmelen.nl. Dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de sociale media van Omroep Drimmelen. En wij zijn te volgen op maandag en dinsdag om 11:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel.